Rennes is de plaats voor de laatste achtste finale tussen Nederland en Japan. 4 jaar geleden speelden ze ook tegen elkaar. Toen won Japan met 2-1. Al vroeg in de wedstrijd een hoekschop voor Nederland. Lieke Martens loopt naar de eerste paal. En zij duwt de bal tussen de benen van de nummer 9 daar bij Japan. Sugasawa in de verste hoek binnen. Maar Japan voetbalt heel goed. En tegen de rust aan deze schitterende actie. Iwabuchi legt hem klaar voor Hasegawa. En 1-1 bij de rust is de juiste weergave. Nederland begon heel erg goed. De eerste 20, 25 minuten. Daarna nam Japan over. Geen buitenspel voor Hasegawa. Het is 1-1. In de tweede helft staat er eigenlijk maar één ploeg meer op het veld. En dat is Japan. Nakajima met dit schot van Veenendaal redt. Zij hield Nederland de hele tweede helft terecht. Iwabuchi, altijd de dame met de laatste paas. Hier is Sugita. Sugita met haar linker trap op de lat. In Japan had in de eerste helft ook al tegen de paal getrapt. En dan zijn we nog niet aan het einde van de wedstrijd. Want hier is de ingevallen Momiki. Zij trapt en een schitterende redding van Veenendaal. Nederland zag alle sterretjes in de tweede helft. Maar het stond nog altijd 1-1. En dan zijn we in de 88ste minuut. Als Minima uithaalt op de arm van Kumagai. En er is een strafschop te zien door de scheidsrechter uit Honduras. Voor deze bal. Het stadion gaat er niet mee akkoord. Maar het is wel een strafschop. Lieke Martens zet hem om in de 90ste minuut. En Nederland gaat naar de kwartfinales. Waar het speelt tegen Italië.